Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Deze week reizen we met Clip en Klaar weer af naar het mooie Den Haag. En in Den Haag ontmoeten wij Michelangelo, kortweg voor intimie en vrienden Mikey. En misschien komt Mikey je wel heel bekend voor, want Mikey deed 2 jaar geleden mee met een hele bekende televisietalentenjacht Idols. En nu op dit moment, as we speak, zit hij zelf in Popstars. Hij mag er niks over zeggen, want dat is heel streng geregeld. Hè? Met dat soort tv-talentenjachten, daar mag je niks over vertellen. Maar goed, ik mag wel zeggen dat hij erin zit. Maar uiteindelijk mag ik gewoon zeggen wat ik wil. Ik heb met niemand wat te maken, ik heb met niemand contracten. Ik kan altijd, nou, niemand wil me ook hebben trouwens, maar ik kan altijd alles zeggen wat ik maar wil. Ik wil je wel vragen om even vrienden met mij te worden op Hives. erikdikker.hives.nl. En laten we gauw afreizen met z'n allen naar Den Haag, naar de officiële cd-presentatie van deze Michelangelo. En er gebeurt iets heel bijzonders. Hij brengt op een gegeven moment een ode ook aan zijn overleden oom. Die oom is een jaar terug is die overleden. En ja, deze hele clip klaart eigenlijk een soort eerbetoon ook aan die oom. En natuurlijk hebben we ook een mooie videoclip voor hem gemaakt. Dat hebben we allemaal snel tussendoor gedaan op die dag. Ja goed, het is allemaal gelukt. En wat er nou precies allemaal te zien is in die clip, dat vertelt Michelangelo, of kortweg Mikey, jezelf even. I never worked a day in my life. In die videoclip zitten echt hele leuke dingen, zoals palmbomen, fonteintjes bij het koerhuis van Scheveningen. Er zijn ook een stukjes op Scheveningen zelf zijn er geschoten, maar het allerleukste wat erin zit, dat is Samantha. En die heeft meegelopen, dat is zeg maar een meisje dat ik nu best wel lang ken en sinds een paar weken heel goed. Volgens mij gaat het wel lukken op Clip en Klaar. En het wordt wel echt een leuke clip. Vandaag heeft Henk Bresma aangekondigd voor mijn cd-presentatie. Mijn vader had het gevraagd aan hem en ik eigenlijk ook en mijn moeder ook. Dus met z'n drie hadden het gevraagd of hij mij wou aankondigen. En toen zei hij gelijk ja. En het is gewoon echt een schat van een man. 2,5 jaar geleden toen ik met Idols meedeed en toen lag ik eruit, mocht ik naar zijn studio. Toen mocht ik daar 2 uur blijven voor de interview en mocht ik ook gaan zingen en het was echt heel erg leuk. Dus Henk Bres is echt een topper gewoon. Vandaag was er ook een Bresband en dat zijn de Legendaries. En daar hebben we serieus wel echt, ik denk dat we daar 4 of 5 keer hebben voor gerepeteerd. Dat was in de club hebben we daarvoor gerepeteerd. Misschien dat we dat ook wel zien in de clip, dat kan ook nog eventueel wel. En bij MuseCon hebben we daar gerepeteerd, heel even. En het liep wel echt, het liep echt lekker. En het zijn hele top gasten. Echt ook geweldige gasten gewoon.
ben Samantha, ik ben bijna 20, ik kom uit Den Haag. Ik ben in het dagelijks leven ben ik fotografe. En ik beheer ook nog een aantal fansites, waaronder die van Michelangelo. En ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik ken hem eigenlijk via zijn neefje. En toen ben ik weer via bij een optreden van hem terechtgekomen. Dat is 2 jaar terug. En sindsdien ken ik hem, zeg maar. Ik speelde vandaag mee in zijn clip een hele jaar. Ik vond het heel erg spannend. Dus ja. In het begin moest ik heel serieus kijken en voor me uitstaren. En verder moesten we over het strand heen lopen en hand in hand en naar elkaar kijken. En ja, dat was het wel zo'n beetje. Leuk, leuk nummer, lekker vlot. Een beetje in de stijl van Jantje Smit Dameroe, een beetje die kant op. Dus wel lekker zomers eigenlijk. Over 2 dagen is mijn oom 1 jaar geleden overleden. We hebben ook met z'n allen een tatoeage op ons arm. En ja, dus dat nummer Angels. Ja, je bent mijn engel, dat is mijn engel. Dus ga ik nu zingen. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Do they know the places where we go, where we get an handle? 'Cause I've been told. Ten eerste wil ik hem daarboven daar bedanken, San, voor het mooie weer. Ik ben heel bijgelovig, dus daarom. En ten eerste echt mijn vader en mijn moeder, die me echt steunen door dik en dun. En mijn oma. En voor de rest de hele andere... Ik ken wel heel mijn familie op gaan noemen, maar dat, dan ben ik over 3 uur nog bezig. Ik vind gewoon echt iedereen van mijn familie heeft even hard zijn best gedaan. En sponsors, iedereen bedankt. Ja, het is gewoon echt geweldig dat jullie allemaal voor me klaar zijn. En dat jullie me hebben gesteund door dik en door dun. En ja, bedankt voor alles, iedereen.